Goedenavond. Goed. Nee. Good morning. Goedemorgen. Bon dia. Bon dia. Guten morgen. Selamat siang, selamat pagi. I will do Dutch also, English short translation. And the item in this live stream is make music. And make music is a subject for me as a host of all the talk shows and live stream from the living room worldwide is mainly, basically, meant to be interactive with followers worldwide who are contacts of members of Warong Piano Bar. Somos Novios band like me. My name is Eugene Simon, born in the year 1962. And me as a personality online for internet online live music entertainment productions. The subject of make music is very interesting for followers worldwide of all the social media, of all the members of the Warong Piano Bar, Somos Novios band, like me, and also lady singer Ashima Blondel Timmerman, and also Victor 50s Loriot, who happened to be three people who did found a group for remarkable personalities. And the group started in November 5, and that was the formal year, the past year, 2020. So this group is founded, and nowadays we have 730 free watch, free members. And it's just a start. And that means that to have weekly and regular interactive by video call online music lovers and singer-songwriters and musicians, instrumentalists, vocalists, who really use the live stream and the live show to be a part of. So, this year,
there will be a lot of live stream with interactive followers, mainly in the group, and to be a part of the talk show with the item and the subject, make music. I can announce that while I'm the host, that because we have also not in the Netherlands, because right now it's from the living room from Europe, the Netherlands, Utrecht City, and I'm one of the many people who stick their neck out to go live, let watch people into their living room, and it's very private, and the risk you take is that if you go live, online, live stream, yeah, you cannot edit after you're finished. So you have to be good prepared to do such a thing. And what I say, it's almost 5 o'clock in the morning. And yesterday I did an outdoor live stream for my mental and physical health, doing walking steps, 3,884 steps, says my counter. This is my counter. You can, where is the camera? But it's the other way around. And 83 kcal. Now, there are two numbers, two figures. One is for the steps, the walking steps. And the other is for what you burn, the energy as a person, as a human being, you burn. And that's important if you are doing daily exercises for your health, mental health and physical health. So in this talk show, which the item mainly basically is make music, wait a minute. We start the day very early. Selamat pagi, selamat siang. For people all over the world, and for instance, in Mexico, we have in the group, which you can click on, you see into Indo pop music, you can click on it and then you will go to the group. So we can invite people to come joining this group, that we can do. But in this live stream, when I'm solo,
soloist, soloist, I will share it always, the live stream, when I do it from my Facebook account, and this is one of the three. During the live broadcast, I will share it in our groups. That's very important. So what I'm now doing is use my smartphone to share this this live stream in the group, and in that group there are 700 people worldwide. Doesn't mean that they know I'm busy doing live stream. So if I do live stream, I need support. I need assistance. Everyone who is a music lover wants to follow the live stream about the subject, music, make music. They want to know when there is a direct broadcast live stream. So everyone who will be a part of it by video call at distance to talk with the host, I'm one of them, the host as also the other who will be in the interview, interactive, be a part of the live stream, must be invited by the host, or can say, I want to be a part of the live stream in an interview, one person to one person, which can be followed by people who know that there is a live stream going on. So, and therefore, there is a team needed of a few people, to begin one, who always will support, so that the people who are in the live stream can just talk about the subject and not also busy with inviting people and give information to people who are music lovers or singer-songwriters to invite them. Yes? But I will do, because there's no one else. First. Where is my live stream? Nowhere. So I have three Facebook accounts, myself. 5,000 in total Facebook friends. Doesn't say that they are busy with me, but that's a fact. That's the number. So what I will do, I will show for all the people who are interested. While I'm now busy, I'm doing everything myself, but of course assistance would be nice. So if you are watching and you want to assist, please share this video on your timeline if you want, or share it in our group in the pop. But I already did, so you don't have to do that. But you can share it on your timeline. What you also can do is go to Facebook Messenger, and if you have a friend who also has Facebook and you are connected, then share it by private messenger instead of sharing it on your timeline. Okay, that's a possibility. You also can share by using the URL of this live stream, this video,
and send it by mail or by WhatsApp to another person who you think you're convinced they definitely have to see this live stream, because it's about make music. And I will start talking make music. And during I'm busy with sharing this video or my other, oh, here is already shared, so that's good. So I'm using one of the three Facebook accounts. This one, I have a second one. I did check it out, and also people can see it on my timeline that I'm doing now live stream. And now my third account, no, I have to do it, and that's the last thing I have to do. No, it's not the last thing. Yes, so share it. Then I will check the timeline of my third Facebook account. Okay, I succeeded. It's all also now at three. All my Facebook accounts. I will share it in story. I did it on every Facebook account, share it on story. So I'm now sending on three Facebook accounts of me, one special group with 730 members, and I shared it three times in shared in story. But mainly, I was forgotten to do that, because I have maybe a mental problem, but I forgot to write down the question. Can you? Fitri. Fitri, good morning. Can you please assist me and share this live stream video, the URL, to someone via WhatsApp, via email? But you also can use Facebook Messenger private. Do the URL to someone you are convinced they definitely want now the invitation by you. That now there's a live stream and the subject is make music. It is for interesting for music lovers and singer-songwriters worldwide. Okay. Let's see. I will go to my main Facebook account of all three Facebook accounts. So hello, Miss Fitri. Selamat pagi, selamat siang. Welkom mevrouw Linda, welkom mevrouw Fitri, goedemorgen meneer Tony. Kijk, en ik zie dat allemaal en dan ga ik even kijken. Dat heb ik ook wel, kan ik wel gebruiken, assistentie bij nodig. En dan zie ik bijvoorbeeld dat er iemand kijkt en dan kijk ik eventjes. En dan zie ik, nou die woont in Makassar. Selamat pagi. Signo. Boom. Tony. Selamat siang. Selamat pagi. Ja. And now I see pop up a name. And if I will check it out, the name. Yeah, I will put the name here. Yes. It's not good.
then I can watch in the profile of the person who is watching. And I see it's Zoetermeer. Zoetermeer is in Nederland. So I will change my language into Dutch. Welkom mevrouw Astrid uit. Huh? Hier staat Den Haag. Oh, voormalig. Voormalig Den Haag. Ingecheckt in Zoetermeer. Bennebroek. Ik vond het altijd erg leuk om er te wezen vroeger. Mm-hmm. Ja. Maar het bestaat nog steeds, Bennebroek. Ze hebben het niet weggehaald van de kaart. Goed, welkom. Wat ik ook nog ga doen, zo dadelijk. Hey, kom. Wat is dit, jongen? Even kijken, hoeveel stroom zit hier nog op? 63. 33%, dat is niet veel. Ja. Oké. Nou. Ja. Zo. Welkom op deze livestream. Tijdens deze livestream. Voor de volgers op deze donderdag 14 januari 2021. Het nieuwe jaar. Een nieuwe rubriek. Muziek maken. En in dit geval zijn er een aantal mensen in onze speciale daarop voor opgerichte groep. U ziet dat boven de video, die groep. Die bestaat pas sinds 5 november. En we hebben nu 730 gratis leden die gratis kijken. Nou is nog de bedoeling dat ze gratis meedoen. En waaraan? Aan de livestream. Wat is dat? Nou, dat is dus dat je meedoet en dat op het moment dat je in... Oh, dan krijgen we dat probleem weer. Nou ja, goed, laat maar lekker zitten. Ik heb er geen last van. Wel. Maar in ieder geval, er komt iets in het beeld. Maar dat doet even niet de zaken. Als het goed is, ziet u dat niet. Ik zal even kijken. Ik zal even controleren. Of wat ik in beeld zie. En ik zie daardoor niet helemaal het beeld. En dat ben ik zelf waar ik naar kijk. Dus ik zie eigenlijk helemaal niet wie ik ben. Omdat er een mededeling verschijnt in mijn scherm. Nee, daar heeft u geen last van. Dus, en dat is het belangrijkste. Goed. Muziek maken. Dat is het onderwerp. Tijdens deze livestream. Eén van de vele die dagelijks gaat komen. En in het begin is dat ook op... ook op verschillende Facebook accounts. En als mensen dat willen delen, dan zullen het op meerdere accounts zijn. Dus dan zullen er een paar mensen zijn die het weten. Op dit moment zijn er een handjevol mensen die kijken. Omdat ik niemand heb die me assisteert om andere mensen op de hoogte te stellen. Van, er is nu een livestream bezig. En dat gaat over muziek. En wat is nou de bedoeling? De bedoeling, dat is dat meerdere mensen in die groep van die 730 mensen... op Facebook, dat meerdere mensen in die groep de talkshow willen hosten. Nou, eentje daarvan is, die zal dat vanaf morgen kunnen doen. Vrijdag, zaterdag, zondag. En die heb ik gevraagd om regelmatig samen met mij een uitzending te doen. Zodat wij in ieder geval laten zien hoe werkt dat. Dan komt Rashima in beeld vanuit haar woonkamer. Of de keuken, of haar muziekkamer, of haar kantoor.
in Den Haag, waar ze woont. En ik als ander lid van de Warm Piano Bar, Somos Novios Band, doe dat vanuit de woonkamer hier in Overvecht Noord. Dat is een wijk in Utrecht, in de provincie Utrecht in Nederland. Nou, en omdat wij in die groep volgers hebben die niet alleen in Nederland wonen, bijvoorbeeld Zoetermeer, Alkmaar, maakt het niet uit, maar ook bijvoorbeeld in Makassar. Makassar ligt dus in Indonesië. En we hebben ook volgers, het is te veel om op te noemen waar ze allemaal wonen, niet alleen van 730 mensen, maar ook van hun vrienden die ook uitgenodigd kunnen worden. Technisch gezien kan de hele wereldbevolking kijken, maar dan moeten ze wel, net als de kijkers nu, een webcam hebben en een internet. En de mensen die dus deel gaan nemen in die talkshow, op dit moment ben ik de enige deelnemer, met een aantal kijkers interactief. En dat interactief, dat wil zeggen dat de mensen kunnen uitgenodigd worden door de host, door mij, of door de andere host, tijdens de livestream. Maar mensen kunnen ook, om dus live te gaan, dan wordt het beeld in tweeën gesplitst en dan zie je twee mensen in beeld. Daar zijn regels aan gebonden. Maar zo werkt dat. En daar zit een protocol aan, maar zo werkt dat. En dat mensen die kijken, die kunnen ook zelf aangeven dat ze graag deel willen nemen. En in beeld willen komen. Nou, wat een uitleg. Goed, het is ochtend. Dus wat ik ook nog ga doen is dadelijk is eventjes water opzetten. En koffie zetten. En ik kan op en neer lopen. Tenzij dat niet kan. En wanneer kan ik dat wel? Op het moment dat ik uw muziek laat luisteren. Nou, daartoe heb ik wel genoeg mogelijkheden. En daar ga ik nu proberen mee te starten. Moet ik heel even zoeken. Even graaien in de bak. In de grabbelton. Ja, leuk en aardig. Dat ben ik er nog niet. Ik heb wat ik wil. Maar daar heb ik nog iets nodig. Laat ik dat nou toevallig ook hebben. Wat gaat er allemaal mee? Nu niks. Goed. Wel. Goed. Eugène, is het niet handig als je je bril even opdoet? Nee. Dat vind ik niet. Want ik heb het voor elkaar. Zo. Ik heb even een snoer gepakt. Een verbindingssnoer. Voor als er nog stroom op zit. Want hij heeft een batterij. Maar er zit nog stroom op ook. Om even een stukje muziek te draaien. Want we hebben het over muziek. Dan moet ik even mijn bril pakken. En even wat ochtendmuziek draaien. Ja toch? Want het is ochtend. En om precies te zijn, het is 5:20. 5:50 in de ochtend. Donderdag 14 januari. Daartoe ga ik naar onze eigen bestanden van de band. Met name bestanden van liedjes die we zelf hebben geschreven. Nou. Mm-hmm.
En ja, deze. U gaat nou naar een slaapliedje luisteren. Daar zit u niet om te springen, want u wil waarschijnlijk wakker worden. Maar goed. U heeft net geluisterd naar een muziekstuk. Die komt van onze collectie. Die staat op ons YouTube-kanaal. En wat is dat voor soort muziek? Nou, laat ik het eerst zo zeggen. Het is copyrighted music. Written by Eugene Simon himself, lady singer Ashima Bloedel Timmerman from The Hague, and Victor 50s Lorio from the place in Holland, Delft, and now in Dutch. U heeft geluisterd naar een auteursrechtelijk opgeëist muziekstuk, en alle muziek tijdens de livestream met het onderwerp, het rubriek, de nieuwe rubriek. En dat is dus in deze live stream. Het onderwerp muziek maken.
Dit muziekstuk is geschreven door mijzelf. Eugène Simon is mijn naam, geboren in 1962 in dat jaar. En door andere twee leden van de Somos Novios band. En dat is Rashima Blondel Timmerman. Haar artiestennaam is Lady Zinger Rashima. En die andere is, die heeft geassisteerd met deze co-productie. En dat is Victor 50's Loriot. Nou, de drie namen zullen vaak boven elke livestream worden vermeld. U kunt erop klikken op die namen. Dan kunt u naar hun Facebook profiel en dan kunt u ook nog een vriendschapvoorstel doen. Nou. Wat u ook kunt doen is bovenaan klikken op de link naar onze Facebookgroep die net gestart is. Daar kunt u zich aanmelden en wij doen ons best om onze eigen Facebook vrienden daarvan op de hoogte te stellen en regelmatig iemand uit te nodigen. Ik heb 5000 Facebook vrienden met 3 Facebook accounts, dus ik nodig elke dag zoveel mogelijk mensen uit om lid te worden van die groep. En daar kunnen ze voor kiezen om te zeggen, nou ja, dank je, hou op met al die onzin en laat mij met rust. Dan zou ik zeggen, blok me. Maar mensen krijgen ze hoe dan ook, als het me lukt, allemaal wel een uitnodiging. Al die 5000. Dan heb ik nog meerdere social media. En wat u ook kan doen, dat is, als u al lid bent van die groep, of als u hiervan weet, om een ander waarvan u overtuigd bent, die ook van het onderwerp muziek maken houdt, om die daarvan op de hoogte te stellen, uit te nodigen, een URL sturen. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan publiekelijk, dat kan privé. Dat zijn twee keuzes met allerlei meer varianten waar u mogelijkerwijze andere mensen van op de hoogte kunt brengen. En tippen van, nu is er een livestream bezig en jij houdt van muziek, dus ik wil het je even doorgeven. En dit is de link. En zo werkt dat. Maar omdat ik nogmaals weet dat er ook mensen nu kunnen kijken uit andere landen, is het belangrijk dat ik als ik daartoe in staat ben, om dat dan even te vertalen in ieder geval in het Engels. Ik heb net al mensen in andere talen een groet gedaan. En voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld, nou ja, woont u in Nederland, goedemorgen op deze donderdag 14 januari. U heeft net geluisterd naar een muziekstuk en dat is gemaakt door drie mensen die een Indische achtergrond hebben, zoals ik. Ik ben een van die drie mensen, en waarvan de ouders dus in Indonesië zijn geboren en ik ben een Indo. En die andere twee zijn ook Indo, drie Indo's, en we maken popmuziek. Nou, in het Engels is het dan Indo Pop Music. Die muziek die je hoort, omdat wij drie Indo zijn, gemakshalve heet dat Indo Pop Music. Maar goed, even wat het genre betreft. Het is popmuziek, dat sowieso. Hey, laat dat woord Indo maar even weg. Het is popmuziek en het is een mengeling van bepalend uitgaande van het ritme en het tempo. Het tempo is vrij langzaam. 1, 2, 3, 4, toem, tja, toem, toem, tja, tja, boem, tja, toem, tja, tja, 1, toem, toem, tja, 2, toem, 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 1, 2, 3, 4. Dat is de maat. Dat is het tempo en de maattelling. Dat is een vierkwarte maat. Dat is dus pop, standaard. En het tempo, dat zal hem liggen rond 98 beats per minuut. Tellen per minuut. En omdat daar syncopische, omdat het ritme, de accenten in de muziek syncopisch zijn, dus niet in de maat, maar tegen de maat in of na de maat. Dat wil zeggen, in plaats van 1, 2, 3, 4... En dat alles is boom, tjak, boom, tjak, boom, tjak, boom, tjak,
boom, tjuk tjak, boom, tjum, tjuk tjak, boom, boom, tjuk tjak, boom, tjum, tjuk tjak. En de hi-hat, tjum, 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 tjuk tjuk. In plaats van dat dat zo is, dan, omdat het dus tegen de maat is, dat is tegen de maat in, of na de maat, niet precies 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En waarom tel ik 1, 2, 3, 4 en niet 1, 2, 3, 4? Omdat er namelijk ook tussen de 1, de 2, de 3 en de 4 ook nog een maat is. Anders was het gewoon 4 kwarts maat, 4 tellen in een maat, maar nu zijn het 8. En deze muziek is 32. 32 tellen in een maat. En dat betekent dat er veel syncopen in zijn, dat er dus niet allemaal op de 1, de 2, op de 3 of de 4 vallen. En dan kom je gauw in de richting van jazzy. Jazz. En jazz heeft in eerste instantie niks te maken met de basis. Dus in de eerste instantie is het belangrijk van wat voor soort muziek is dit. Nou, omdat er syncopische accenten in liggen, dus tegen de maat in of niet. Dus er wordt een maat gebruikt die buiten de 1 of de 2 of de 3 of de 4e tel valt. Heet dat, omdat het 32e is, als het daarin valt, en dat is ook in dit geval zo, dan heet die syncoop, dat maakt het funky. Funk. Nou, daar kan ik heel veel over vertellen, dat doe ik niet. Het is alleen maar, wat voor soort muziek is dit? Dit is popmuziek, dat sowieso. Het is slow beat. Slow beat, dan kom je gauw in rhythm and blues, R&B, slow beat R&B, met een funky touch, met een funky slag. En dat wordt heel veel gebruikt en gemaakt en geproduceerd, maar ook heel veel geluisterd door mensen die graag willen studeren of net wakker zijn of willen gaan slapen. En dit is eigenlijk geschreven als slaapmuziek, dus wel rusten. Dan zult u me waarschijnlijk niet meer horen, omdat u waarschijnlijk diep in slaap bent gevallen door die slaapmuziek. Dan heeft het gewerkt, alleen dan is het slaapmuziek, als u daarvan in slaap valt. Nee hoor, dat is niet waar. Dat wordt zo. Maar dit is, in principe valt dit onder feel-good music, dus dat je je goed voelt. Dat is voor mensen die zich al goed voelen, maar ook voor mensen die zich nog niet goed voelen. Dan heeft die muziek op die mensen een goede invloed. Mensen die zich al goed voelen, die blijven zich goed voelen met dit soort muziek, met die langzame beat. En daarom heet het relaxation, ontspanningsmuziek. Dit valt onder het genre ontspanningsmuziek, relaxation. En omdat er dus meer dan 3 akkoorden in zitten, en omdat het geen akkoorden zijn die flat akkoorden zijn, dus C, E, G, is een C-akkoord, maar omdat er een 4e bij zit, of een dim, voor de mensen die daar verstand van hebben, wil ik dat ook nog wel eens een andere keer bespreken, om daar wat dieper op in te gaan. Maar omdat hier dus niet alleen maar standaard akkoorden in zitten, zoals in de pop gebruikelijk is, 3 gewone standaard akkoorden, opdat dat niet het geval is, maar hier zitten wat meer gecompliceerde akkoorden in, en niet die 3, maar een stuk of 14 minimaal, noemen ze dat jazz. Jazz is een benaming dat de verschillende akkoorden zitten die eigenlijk in de klassieke muziek standaard worden gebruikt. En in de popmuziek worden ze ook gebruikt, maar niet standaard. En dan heet, en jazz is de tegenhanger van rock. Er zijn 2 soorten muziek in de popmuziek. Er zijn 2 soorten muziek. Je hebt klassieke muziek en popmuziek. En met allerlei andere vertakkingen natuurlijk. Maar je hebt er in hoofdzaak heb je 2 soorten muziek. Klassieke muziek, dat is dit niet wat u hoorde. En popmuziek, dat is wel wat u hoorde. En dan heb je ook nog in de popmuziek 2 stromingen. Dan heb je de jazz en je hebt de rock. En dit was een combinatie van 2 stromingen.
Dit was jazz rock. Kan het niet anders uitleggen. Zoek het uit. Welterusten, tot ziens. Come back for more videos. Ik ben nog niet klaar, maar u misschien wel met mij. Nou, daarom zeg ik goodbye. Maar in ieder geval, deze ochtend is natuurlijk ook de ochtendgroet van mij. En ik ben al buiten geweest. Ik heb al mijn walking steps gehad. Hoeveel waren het ook alweer? Bril. Oh, ik zag het. Ja. 3884 stappen heeft hij geteld. En 83 kcal. De stappen, die kan je omrekenen in meters, maar ook in miles. In kilometers, in miles. Dat is, daar is een formule voor. Die weet ik uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, dit is, even kijken, 1200 meter. 3884 stappen is bij elkaar 1200 meter. Dus 1,2 kilometer. En dat is nog lang geen mijl. En dan 83 calorieën verbrand. Nou, je kan ze niet verbranden als je ze niet hebt. Dus je kan ze hoogstens aanvullen. Met koffie. Met drank. En met voeding. Ontbijt. Pannenkoek. Dat was ik van plan. Pannenkoek, koffie. Want net als een auto moet je als je het menselijk lichaam wil vergelijken met een auto. Ja, een auto moet je niet alleen maar controleren op benzine, op de brandstof. Wil je weten dat die de grootste afstanden kan afleggen die die zou kunnen met een volle tank. Maar je moet ook het oliepeil, de battery, de accu. En de bandenspanning, die moet je dagelijks even checken. Wil je niet onderweg stranden of te veel brandstof gebruiken? Met een mens, een lichaam is ook zo. Wil je niet onderweg stranden, dat je zo moe bent dat je niet meer verder kan? Dan moet je dus starten met 3 keer per dag eten en dat ook stringent doen. Dan moet je structuur hebben in je leven, anders gaat het niet lukken. En dan moet je wel, wat erin gaat, is heel belangrijk. Net als bij een auto. Als je daar de verkeerde brandstof in doet, dan gaat de motor kapot. Wil je je lichaam niet kapot maken, moet je de juiste voeding gebruiken. En de juiste drank. En mijn huisarts heeft tegen mij gezegd, dat wil niet zeggen dat het voor u ook geldt, maar voor mij, ik ben een lichte diabetes patiënt. En in dat geval heeft de dokter gezegd, je moet veel drinken, je krijgt veel dorst. Dat vertelde ik mijn vrouwelijke huisarts. Ze zegt, jij vertelt mij dat je veel dorst hebt gehad. 2 jaar terug was dat. Toen was vastgesteld dat ik diabetes had. Het was toevallig in het ziekenhuis waar ik vrijdag weer voor controle moet komen. Bij zo'n controle bij de afdeling dermatologie. Dat is voor de huidaandoeningen. Als je daar patiënt voor bent. Psoriasis in mijn geval. Dan kom ik op controle. En bij zo'n controle doe je een bloedtest. Ik althans. Bloedtest, hoe heet dat? Wordt de bloed afgenomen en er wordt in het laboratorium naar gekeken. Om te kijken specifiek voor de kwaal waar je daar patiënt voor bent. In mijn geval is dat bij de afdeling dermatologie. Dan gaat het alleen maar om huidaandoeningen. Nou, dan wordt er gekeken naar bloedwaardes. Indien het geval is dat je zware medicaties gebruikt die de leverfunctie kan aantasten, dat soort zaken. Alleen dat gebruik ik op dit moment niet, zover ik me kan herinneren. Ik gebruik nu geen metotrexaat.
En dat is een paardenmiddel tegen bloedkanker. En bleek bij onderzoek bij grote mensen, bleek dat een positief effect te hebben op het verdwijnen van hardnekkige of oppervlakkige vorm van, nou, in ieder geval psoriasis, van die andere ziektes, huidziekte weet ik het niet hoe daar. Ik weet alleen van dat. Maar dat kunt u allemaal zoeken op internet. Alles wat u makkelijk op kan zoeken op internet, daar wil ik alleen maar de term van noemen, zodat u zelf vrij bent hoeveel u daarvan wil weten. En mocht er een show zijn waar echt een onderwerp aan zit, dan wordt er zoveel mogelijk over verteld. En dit is alleen maar over muziek. En gaat niet over gezondheid. Maar de reden waarom ik het wel vertel is omdat ik dagelijks in topconditie moet zijn. Daar heb ik 6 jaar voor hertraind. Als oud atleet en nog steeds lijfwacht van bepaalde overheden, voornamelijk Amerika. En ook als informant. Daar wil ik nou niks over zeggen, want dat heeft niks meer dit onderwerp te maken. Maar ik zeg gewoon dingen, u kunt er wat meer over zoeken. Als ik dingen zeg, dan hou ik het kort, zodat u het kan opzoeken. Maar wat heel belangrijk is, dat is voor de muziekmakers wel dat als je hetzelfde gaat doen als wat ik doe, als lyricist, music composer, als tekstschrijver en muziekcomponist. De componist maakt alleen maar muziek, maar goed. Dus muziek mag weggelaten worden. Maakt het alleen maar dubbel op. Dus als tekstschrijver, componist, dan en met het hoofdinstrument pianist, piano. Sorry. Pianist is geen instrument dus. Nee. Moet je het niet zo zeggen, gaan mensen opzoeken, kun je het niet vinden. Nee, mag niet. Niet meer doen. Zal niet meer doen. Morgen zal ik het beter kunnen doen dan vandaag. Jammer dat ik het vandaag niet gelijk goed deed. U hoeft niet te lachen, maar mocht u het leuk vinden, wat ik zeg dan ook, al is het niet als lachwekkend bedoeld, wacht even met lachen tot je diep in de put zit. Dan heb je hem misschien nodig. Je moet niet aan de gang blijven met lachen. Kijk, om muziek te maken bij mensen thuis, wat ik dus doe, op huisbezoek gaan, met gebruikmakend op een milieubewuste manier van transport. Dat is niet altijd het openbaar vervoer, maar op dit moment heb ik dat gedaan. Ik ben bijvoorbeeld in Bussum geweest, in Patria, op de Ceintuurbaan 281, om een bijzondere persoonlijkheid op te zoeken en die qua stem uit te zenden en te publiceren. Het gesprek tussen moeder en zoon. Want mijn moeder woont daar van 88 jaar. En oh, die zal ik straks eens even bellen. Dat kan ik nu eigenlijk wel doen. Kan dat? Eens even kijken. Ja, natuurlijk kan ik dat. Ja, die is nog niet wakker. Ja, mijn moeder is wel wakker. Nee, daar wacht ik nog eventjes mee. Mijn moeder is wel wakker. Maar Voor negenen bel ik haar op of na negenen. Maar ik bel haar altijd buiten de etenstijden op. Want dan gaat ze haar kamer uit, gaat ze in een andere kamer eten. En op vrijdag, dat is de dag dat ik even naar de controle moet, naar het UMC ziekenhuis op de Heidelberglaan 100. Wel bekend bij veel mensen. Er wonen meer dan 14.000 mensen in heel het dorp. Maar mijn moeder die gaat vrijdags altijd naar de eetzaal. Ze woont op de 8e verdieping, het is 9e verdieping ook. Gaat ze naar de begane grond. En daar heb je een hele grote zaal. Dat is wel even fijn als je in een klein kamertje zit. Weet je wel? We moeten in een heel klein kamertje, weet je wel? En met een eigen badkamertje. En dat. Een balkon die niet helemaal open kan. Maar kan wel open hoor. Ik krijg hem wel open, maar dat is niet de bedoeling. Het is beschermd wonen. Beschermd in de zin van dat niet Jan en alleman zonder aankondiging en zonder afspraak daar naar binnen komen. Dat is een stukje beveiliging voor de bewoners. Voornamelijk voor hun gezondheid. Voornamelijk voor hun gezondheid. Het is namelijk een zorgcentrum.
En in dit geval voor mensen met enige vorm van dementie, zoals mijn moeder heeft ouderdomsdementie in de lichte vorm. En voor mensen met een Indische achtergrond. Indische Nederlanders, voornamelijk. De meeste mensen van die hoog bejaard zijn, zijn niet alleen Indisch, maar zijn meestal ook geboren in Indonesië. Mijn moeder is in 1932 geboren in Wonosobo, Midden-Java van Indonesië. Dat maakt mij een Indo. En geloof mij dat er best wel wat Indo's mij volgen. Hoe is dat nou mogelijk? Maar goed, ja, onbegrijpelijk, hè? En dat komt omdat ik zelf ook graag vriendschapsvoorstellen doe aan mensen die of uit Indonesië komen of daar gerelateerd aan zijn wat betreft hun herkomst en afkomst. Nou, op deze ochtend wil ik u erop wijzen, omdat iedereen dit zou kunnen willen kijken, die dat wil kijken, kan kijken. Het wordt gewoon openbaar uitgezonden dit. Dat wil niet zeggen dat iedereen kijkt, maar de mogelijkheid is dat mensen die geen Facebook vriend van mij zijn en social media hebben, dat kan ook iets anders zijn dan Facebook, kunnen dit volgen. Technisch heb ik dat mogelijk gemaakt. Er zullen niet veel mensen kijken. Want ik heb namelijk niet iedereen op de hoogte gebracht dat ik aan het uitzenden ben. Ja, dat weet je het ook niet. Dat is hoe het zit. En daartoe zei ik al in het begin van de video, daarvoor heb ik altijd assistentie nodig. Nou, ik heb een mailtje gestuurd naar Den Haag, naar Ashima, of zij dus in ieder geval in het weekend mij wil assisteren. Van de dagelijkse livestreams word ik dan één keer in de week, misschien, om te beginnen, geassisteerd door één persoon. Die ook een passie heeft voor muziek maken. En die is net begonnen met haar gitaar te pakken, waar ze 6 jaar les in heeft gehad, toen ze jong was. En dat is een dame die 10 jaar opgetreden heeft in een Hotel Nautilus in Rosas Costa Brava. Als onderdeel van een entertainment team, animatieteam. Samen met de eigenaar die kon drummen, samen met een hele goede professionele zanger, tekstschrijver, componist, keyboardist, keyboardspeler, pianist trouwens, Jordi. Een Spanjaard, hè? Is een Spanjaard, dacht ik. Ja. Dacht wel dat hij in Spanje geboren was. En, nou, zij spreekt dus, toen de tijd sprak ze dus vloeiend Spaans, omdat zij dus hostess was van beroep. Ze had de hostesschool gedaan, de MTR, in Den Haag. En nu zit ze in een al andere branche, in de juridische corporate, dat is dus overnames van bedrijven in Nederland of in het buitenland. En ze draaien heel goed. Er komt superveel omzet binnen. Ze zijn een van de betere in de wereld, dat kantoor waar zij werkt. Maar ze werkt thuis. Dat wou ik er even bij zeggen. Ja. Net als ik, maar ik werk dus officieel. Officieel sta ik uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, ben ik geen ondernemer meer. Dus in die zin werk ik officieel niet voor geld. Maar misschien werk ik wel harder dan ooit. Dus. Maar dat moet ik dan zelf weten, toch? Als ik dat leuk vind. En vol kan houden. En aan kan. En er niet overspannen van worden. Dus, ja. Nou, ik ben blij en heel dankbaar dat ik de gezondheid heb. Dat ik kan lopen, dat is in mijn geval bijzonder, want ik ben wel eens invalide. Dat ik helemaal niet uit mijn bed kan komen, heel lang. Soms wel een jaar, als ik er wel uit kan in een rolstoel. En dus voor alle kijkers die muziek maken, zou ik zeggen, nou ja goed, je kan via mij orkestbanden laten maken. Maar je kan ze ook gewoon op internet miljarden vinden, en miljarden. Dus ja, waarom zou je mij dan vragen om erin te maken? Duurt alleen maar langer. Maar in ieder geval,
bent er niet in staat om te lopen. Maar doet uw stem het nog en doet uw longen het nog een beetje? En daar moet ik er wel bij zeggen, daar heb ik verstand van. Ik heb 41 jaar heb ik lesgegeven. Zangles. Daar heb ik het over. Over zingen. Dat hoort ook bij muziek maken. Dat mensen die aan een longwegen wat hebben, een mankement, een kwaal, een ziekte, bijvoorbeeld astma, weet je wel, of astmatische bronchitis, weet je wel, dat die juist op zangles moeten. Ik geef het niet meer, dus ik heb er geen belangen bij dat u bij iemand op zangles gaat, dat u denkt, oh, daar krijgt die jongen ook weer centjes van. Al zou het waar wezen, het is niet zo. Ja? Maar dan moet u dat wel in overleg doen met een logopedist. Nou, niet zomaar aanmelden bij een of andere figuur die beweert dat hij de beste zangcoach van Nederland is. Dat beweerde hij vroeger, omdat ik het was. Ik ben nog steeds. Maar in ieder geval, kijk uit met zomaar lukraak. Doe me die maar. Kijk uit. Want ik heb mensen op les gehad die dus 5 jaar of 6 jaar les hadden. En die konden nog geen noot technisch pakken. Die hadden niks onder de knie als het gaat om vocale techniek. En de lessen die ik gaf was popmuziek, maar de methodiek was klassiek. Dus ik ben klassiek geschoold qua stem en klassiek geschoold qua muzikant. En als docent, wat ik niet meer ben, heb ik 41 jaar les gegeven in piano les. Van starters, beginners, tot aan professionele mensen. Ook uit het buitenland, beroemde mensen. Heb ik ook les gegeven. En keyboard, dat is een heel ander van. Dat doe je met een klavier, maar dat kan minder groot zijn dan die van de piano. Maar ook wel even groot. Maar de aanslag kan verschillend zijn van een echte piano. Dus het is een heel ander verhaal. Het is een appel en een peer. Een keyboard en een piano kan exact hetzelfde werken. Maar het is standaard niet altijd waar. Dat is goed zo. En niet elk keyboard kan wat een piano kan. Klaar. Een piano kan in ieder geval niet wat een gemiddeld keyboard kan. Maar dat legt niet af. En dat is de reden waarom veel mensen die pianist zijn overstappen naar digitaal keyboard. Maar die stappen waarschijnlijk eerder over naar een digitale piano. Ja? Dan weet je zeker dat je het piano geluid uit kan halen. Stel je voor een keyboard kopen en dan kom je thuis. Die heb je lukraak gewoon bij iemand gekocht die zegt ik ben de beste keyboardverkoper van de wereld. En dan komt er alleen maar saxofoongeluid uit. Heb je dan een probleem of niet als je piano wil spelen? Ik denk het wel. Dat zal je niet overkomen. Maar in ieder geval, een keyboard staat erom bekend dat hij altijd piano geluid heeft. Altijd. En tegenwoordig maakt het niet uit waar je die koopt, hoe je die koopt. De kwaliteit is echt heel hoog tegenwoordig. De dag van vandaag. En vanaf 30 euro heb je al een keyboard. Nou, er zit er misschien net één toonladdertje op. Ja? Dus 1-2 C's en dan een paar zwarte toetsen, een paar witte toetsen, 13 toetsen bijvoorbeeld zit erop. En dan heb je ook een keyboardje. Nou, wat moet je ermee? Solo's spelen. Dus dat is dan meer een aanvulling. Keyboards, daar heb ik alle verstand van. En van de meest toonaangevende merken, daar zal ik het alleen over hebben. Want ik zal het niet hebben over een keyboardje van de Mediamarkt. Van Casio of dat merk. Of van Bart Smit. Als die nog bestaat. Want ik weet niet alles. Mijn speelgoed is nogal duur. En die kan je niet kopen bij Bart Smit. Mijn speelgoed koop je niet bij Bart Smit. Die koop je ook niet in een andere speelgoedzaak. Die koop je gewoon bij een muziekzaak. Bij bijvoorbeeld, laat me denken. Feedback heette het vroeger. Het heet nu Key Music. En er was er een in Den Haag, die was failliet en nu is die weer open. Leuk hè? Dus als je failliet gaat, wil je niet zeggen dat je niet meer open kan. Dat bewijzen ze daarmee. En niet als eerste. Wilden mensen meedoen met de band?
Want dat is de bedoeling in de livestream. En nou is er geen band, ik ben alleen. Een one-man band, dat schiet niet op. Kan alles, maar het is niet echt. Weet je? Hoor je een drumstel en dat is digitaal. En dan ook nog wel elektronisch. Dus nog niet eens een sample. Een sample, dat is een echt opgenomen geluid digitaal van een echt instrument. Ja, dus je hebt ook samples van een drumstel. Nou, dan hoor je de hi-hats, dat is dan echt opgenomen. Dat is gewoon geweldig. Wat geweldig. Nou, ik hoor het verschil niet. En ik heb het goed gehoord. Ik hoor het verschil niet met elektronisch. Ja. Maar het is gewoon gemaakt door een pianist. Of een organist. Of in ieder geval iemand die klavier speelt. Noem het een keyboard speler. Dan maakt het niet uit of die net gestart is. Of die nog aan het starten is. Of die al in een stadium is van... Ik kan bijna niet meer, want mijn handen zijn helemaal aan de Filistijn. Ik heb zoveel gespeeld, zoveel geld verdiend. Och, wat een succes. Stock out en slecht. Of piepjong. En nog niet goed. Ja, dat maakt niet uit. Als je keyboard speelt, dan blijf je een mens. Maar alles heeft een naam. En dus ga ik nu weer eventjes iets anders doen. Ik ga heel even uit beeld. En dat geeft niet, want er is toch niemand die kijkt. Nou, daar kan je in vergissen. Hoor. Daar kan je in vergissen. Ik ga heel even uit beeld en dan kom ik zo dadelijk weer terug.